Marit Balkenstein, eventjes terug in Almelo. Hoe voelt dat? Ja, leuk. Ja, een paar weken geleden werd ook bekend dat het hier uitverkocht was. Dus dat is altijd mooi, volle hal hier volleybal te mogen spelen. Ik ben hier geboren. Ik ben wel bij Crackers begonnen. Dat is niet in Almelo, dat is in Maria Parochie. Maar ja, mooi om weer terug te zijn. Wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het goed. De eerste twee sets vond ik goed. Dan zag je ook dat wij het betere spel hadden. De derde en vierde set maakten we te veel fouten. En Japan kon veel combinaties spelen. Daardoor kwamen zij terug in het spel. Maar we hebben het uiteindelijk mooi afgemaakt. Dat is ook wel typisch Japans. De eerste twee sets gaat wel redelijk goed aan onze kant. Maar dan hebben zij zich snel aangepast. En dan set 3 en 4 hebben zij gewonnen. En dat doen zij goed. Zij anticiperen heel goed tijdens de wedstrijd. Maar ja, de publiek heeft waar voor het geld gekregen, denk ik. Vijf sets in deze hitte te kunnen zien. Iedereen speelt deze wedstrijden. Ook in verband met de hitte. En ja, volgende week moet het gebeuren. Dus iedereen is klaar. Ja. Je gaat naar Italië toe. Is er al bekend wie de tegenstanders zijn? Ja, dat is al heel lang bekend. Dat is Kenia, België en Italië zelf. En dus daar hebben wij veel op getraind de afgelopen weken. En ja, daar moeten we doen. Waar kijk je het meest tegenop? Ik denk, gezien de world ranking, denk dat Italië, het zal tussen ons en Italië gaan. België is ook een goede tegenstander, moet je zeker niet uitvlakken. Maar ja, de wedstrijd volgende week zondag, dat is de laatste wedstrijd. De nummer 1 gaat door, dus het zal tussen ons of Italië gaan. Door veel aandacht besteed in Nederland, vooral in de media. Is dat fijn? Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Ja, dat het leeft en dat mensen ook meeleven met ons. En zoals nu ook weer voor een volle hal te spelen, dat is wel heel bijzonder. Als speelsters zijnde, als team zijnde, ja, dat je dat mag doen. Morgenavond in Den Haag, dezelfde tegenstander. Wat verwacht je ervan? Ik denk dat Japan, die zullen ongetwijfeld zullen die video van ons gaan kijken. Dus ik denk dat die vanaf het begin beter uit de startblokken komen. Maar goed, weet je, deze wedstrijden zijn voor ons, focus op onszelf. Japan heeft een heel ander spel dan in Italië of in België. Dus zaak is voor ons om op onszelf te focussen. Er is een plakje wint met 3-2 van Japan. Wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat wij op een goede weg zijn, richting OKT. En ja, dat is een positief bericht. Maar wat vond jij van de derde en de vierde set? Omdat jullie die eerste twee sets toch vrij gemakkelijk doorliepen. Derde en vierde set werd het een klein beetje meer rommelig. En ja, denk ik dat wij Japan iets meer in hun spel lieten komen. Wat jammer is, wat zonde is. Want we hadden ze mooi ja, onder de duim. Dan hadden ze eigenlijk moeten houden. Maar dat is niet gelukt. Maar gelukkig vijfde set hebben we wel gewonnen. 15-11. Dus dat is wel netjes. Het OKT in Italië, hoe kijk je daar naartoe? Hoe kijk je daarnaar? Met veel vertrouwen. We hebben de afgelopen weken hard getraind. Het schijnt ook dat het in Catania, waar we heen gaan, Sicilië is dat geloof ik, 40 graden wordt zonder airco. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij daarop moeten trainen. Het wordt gigantisch warm, daar ga je fysiek last van krijgen. Dus op Papendal trainen wij momenteel met de verwarming aan. En dat is een goede voorbereiding voor ons. Ik denk niet dat andere landen dat doen. Dus we hebben een voorsprongetje. En ja, de grootste tegenstander is natuurlijk Italië. En die kennen wij als meiden. We hebben in de competitie natuurlijk, er zijn veel meiden die in de Italiaanse competitie hebben gespeeld. Dus zij kennen elkaar. Nou, wij kennen zij, maar zij kennen ons ook. Dus dat wordt een hele interessante wedstrijd.